ziet er goed uit. Dat is het loopvlak. Hey mensen, top dat jullie weer kijken. En welkom bij Nutteloze Experimenten, deel... 21! 21! Wij gaan vandaag een test doen dat voor veel mensen een grote angst is. Ja, wat gebeurt er als je bij hoge snelheid een lekke band krijgt? Maar om die kapotte band te veroorzaken hebben wij even een paar dingetjes gefabriekt. Kijk hier! Een echte authentieke kraaienpoot, net als de smokkelaars gebruikten. En die kraaienpoot die gaan wij met een beetje plakband voor het wiel vastmaken. Trek maar aan het touwtje, schiet je zo bij onder de band, paf, plop, en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Haha, we gaan het testen! Woehoe. Een beetje rustig rijden, we willen niet dat hij voor tijdig afvalt, dat zou heel vervelend zijn. Laten we kijken hoe lang we kunnen rijden. Hij staat op 0 kilometer. Je merkt wel, hij is al aardig plat volgens mij. Nou ja, we kunnen al wel zeggen dat die band is eigenlijk, want hij is nu al plat. Hij is echt binnen enkele seconden is hij eigenlijk leeggelopen. Ik denk 10 seconden of zo, hooguit. Maar het is niet... Je verliest eigenlijk echt geen controle, want hij loopt redelijk gecontroleerd leeg. Dus het is niet dat je band in één keer kapot is. Maar laten we kijken, hij rijdt nou nog prima eigenlijk. Maar ja, dat komt ook wel natuurlijk omdat we nou op de zandweg rijden. Dus dadelijk op de harde weg zal hij misschien wel iets minder comfortabel rijden. Nou, die heeft nog niks geleden nu, hè? Je ziet wel dat de wang die begint al te beschadigen. We hebben nu ongeveer 1,5 kilometer gereden. Die band is goed warm. Dat wel. De velg heeft verschillende deuken al. Oké, laten we doorgaan. We hebben een beetje onderstuur. Ja, die band heeft natuurlijk een stuk minder grip nu. Loopvlak aan het verliezen zijn ondertussen. Kijk, het loopvlak begint hier te scheuren hierachter. Zie je dat? We hebben nu bijna 5 kilometer gereden. Je ziet dat de wang die is al echt flink aan het kapot gaan. Dat is de zijkant van de band, dat is de wang. En het loopvlak aan de achterkant zeg maar, is de wang echt al helemaal kapot. Dus het loopvlak is daar al helemaal los. Als we nou doorrijden gaat hij straks hier waarschijnlijk ook kapot. En dan komt eigenlijk het loopvlak waarschijnlijk helemaal los van de band. Laten we even kijken hoe het hier nu aan toe is. We hebben nu ongeveer 8,5 kilometer gereden. Het loopvlak is er al een gedeelte afgekomen, ja maar. Maar het is er niet van afgeslagen. Het zit nu achter rond de draagarm. Ja, je ziet ook wel onze wielkast, die heeft al best wel wat klappen gehad. Heeft heel dit binnenspatbord is er afgeslagen al. De velg is al flink aan het deuken. Oké, laten we verder gaan denk ik hè. Laten we het parcours even andersom rijden. Het stinkt hier. Brand plastic of zo.
goed uit. Hè? Dat is het loopvlak. Deze band kunnen we niet meer plakken, denk ik. Nou, dat was wel een spectaculair resultaat, zeg maar. De band is helemaal kapot, de auto is ook beschadigd. Maar ja, wat we wel kunnen stellen is eigenlijk als je band dus kapot gaat tijdens het rijden. Ja, hij gaat niet in één keer kapot, zeg maar. Hij loopt eigenlijk geleidelijk leeg, dus je houdt gewoon best prima controle. Sterker nog, je kan zelfs gewoon nog doorrijden als hij kapot is. Want ja, de controle was niet heel slecht, zeg maar. Het bodderde wel flink. Je hebt onderstuur, hij schuift wel iets over die band. Dus het is, ja, de eigenschappen gaan wel een beetje achteruit. Maar wat gebeurt er nou als je nou toch doorrijdt met zo'n band? Nou, om dat te begrijpen is het wel handig om te weten hoe een band eigenlijk werkt en hoe die is opgebouwd. Nou kijk, een band. Je hebt hier het loopvlak. Dat is eigenlijk het deel waar je op rijdt. Daar zit profiel op. Aan de zijkant heb je de wang. En hier binnen in de velg, dat kun je nog niet zien, maar dat kun je hier wel zien, heb je de hiel. Dat is dit stuk. En die hiel die wordt eigenlijk tegen de velg aangedrukt. Deze banden, dit zijn tubeless banden. En dat wil zeggen dat er geen binnenband in zit. En dat is eigenlijk bij praktisch alle autobanden zo tegenwoordig. Vroeger zaten er binnenbanden in, deze tegenwoordig niet meer. Nou, hoe werkt het dan? Hier zie je het ventieltje. Dat zit gewoon door de velg heen. En als jij die band eigenlijk gaat oppompen, hè? Dus je legt hem rond de velg en ja, die hiel van die band, zeg maar, die zit er eigenlijk zo tegenaan. Nou, dan ga je hem oppompen, dan op een gegeven moment sluit hij hier gewoon af, dan sluit hij luchtdicht af, want dit rubber tegen het staal van die velg, dat sluit luchtdicht af. Pomp je hem op, nou, dan blijft hij gewoon zitten, gewoon door de luchtdruk blijft hij eigenlijk op jouw velg zitten. Nou, wat gebeurt er nou als zo'n band dan lek gaat? Nou, hij loopt dus niet in één keer leeg. Er komt een gat in het loopvlak of in de zijkant. Dat kan ook als je ergens tegen een scherpe hoek aanrijdt, dan kan je aan de zijkant ook kapot gaan. Dan loopt die leeg. En dan heb je op een gegeven moment een platte band. Nou, een platte band, je ziet bij deze band, ja, dan zie je dus een beetje een bol in komen. Hè? Het gewicht van de auto drukt erop. Die band wordt breder aan de onderkant. Snapt iedereen natuurlijk. Bij een platte band is dat nog een beetje erger. Dan moet dat rubber nog meer buigen. Nou, en als je dan blijft rijden, dan wordt dat rubber dus de hele tijd heel snel gebogen. En dan wordt het hier wordt het weer vlak en daar wordt het weer gebogen. Nou, dat bouwt een boel hitte op. En daar kan dat rubber eigenlijk niet goed tegen. Dan begint het gewoon te scheuren. Dan komen er scheuren in. Dan komt nog bij, als je op een verharde weg rijdt, dan botst die velg ook de hele tijd zo pats, pats op dat rubber. Dus die steekt ook die wang van die band eigenlijk kapot. Dus wat er gebeurt, die wang die gaat steeds verder kapot. Dat zie je hier ook wel. Ja, en op een gegeven moment dan komt het loopvlak. Dat ligt dus hier. Dat begint op een gegeven moment los te laten van de band. Kijk, hier lag het tegenaan. Ja, dat wordt er op een gegeven moment scheurt dat gewoon eraf. Ja, en dat klapt er vanaf. Nou, wij hadden het geluk dat hij rond de draagarm was gewikkeld. Maar evengoed, ja, wordt hij er zo gewoon afgeslingerd. En dan slaat hij ook gewoon heel je spatbord kapot. Kijk, je kunt zien. Dit is echt een zware lap met een boel staaldraad erin. Ja, hier. Dit komt behoorlijk hard aan. Dus het beste is eigenlijk, als je band kapot gaat, ja, is gewoon rustig. Vooral niet in paniek raken, niet vol op gaan remmen. Niet heel onverhoeds gaan sturen. Gewoon rustig uitdrijven naar de zijkant op de vluchtstrook. Of ergens veilig stoppen in ieder geval. En ja, dan zo snel mogelijk band wisselen. Als je doorrijdt, dan rijd je sowieso heel je band kapot. Want als hij alleen maar lek is, dan heb je kans dat hij nog te maken is. Maar als je een stuk doorrijdt, ja, dan is de wang al beschadigd. Rij je nou nog verder door, dan heb je dus ook kans dat je auto gewoon volop beschadigt. Ja, omdat al die stukken die van die band afgeslingerd worden, die slaan gewoon heel je auto kapot. Dus dat. Mensen, hebben jullie nog een goed idee voor een test? Zet het even onder in de comments. Misschien doen we de volgende keer wel jouw test. Bedankt voor het kijken, tot de volgende.